Miguel de Cervantes Saavedra, de vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha, vertaald door Barber van de Pol. Hoofdstuk 8. Over het goede gevolg dat de dappere Don Quixote gaf aan het vreselijke, nooit bevroede avontuur met de windmolens, als ook andere voorvallen die een heugelijke gedachtenis verdienen. Op dat ogenblik ontdekte ze dertig of veertig windmolens die in die dreven staan, en zodra Don Quixote ze zag, zei hij tegen zijn schildknaap: Het geluk leidt onze zaken beter dan wij hadden kunnen dromen. Je ziet immers, vriend Sancho Panza, hoe daar dertig of nog wel meer kolossale reuzen opdagen die ik van plan ben te bestrijden en allemaal van het leven te beroven. En met de buit zullen wij een begin maken met onze rijkdom. Dit is een eerlijke oorlog, en het is een grote dienst aan God zulk kwalijk gebroed van het aardoppervlak te vagen. Eh, welke reuzen, zei Sancho Panza, die daar? Antwoordde zijn baas, met die lange armen die bij sommigen wel bijna twee mijl lang zijn. Kijk uit wat u doet, heer, antwoordde Sancho. Die dingen in de verte zijn geen reuzen, maar windmolens, en wat armen lijken zijn de wieken die worden wondgewenteld door de wind en de molensteen laten draaien. Het is duidelijk, antwoordde Don Quixote, dat je geen ervaring hebt met avonturen. Dat zijn reuzen. En als je bang bent, moet je maken dat je wegkomt en een gebed zeggen, terwijl ik een hevige en ongelijke strijd met hen aanga. En aansluitend op deze woorden gaf hij zijn paard Rocinant de sporen, zonder acht te slaan op het geroep van zijn schildknaap Sancho, die waarschuwde dat het zonder enige twijfel windmolens waren en geen reuzen wat hij te lijf wilde gaan. Hij had zo in zijn hoofd gezet dat het reuzen waren, dat hij het geschreeuw van zijn schildkap Sancho niet hoorde, en het zelfs nu hij er vlakbij was, niet tot hem doordrong wat het waren. In plaats daarvan riep hij luid: Kiest niet het hazenpad, laffe, verachtelijke schepsels, want het is maar één ridder die u aanvalt. Op dat ogenblik stak de wind een beetje op, en de grote wieken begonnen in beweging te komen. En toen don Quixote dat zag, riep hij: al zwaaien jullie meer armen in het rond dan de reus Briareus had, ik zet het jullie betaald. Aansluitend op deze woorden beval hij zich van ganse harte zijn meesteresse Dulcinea aan, die hij smeekte hem bij te staan op dat hachelijke ogenblik. Schoof zijn schild ter dekking voor zijn borst, velde zijn lans, gaf Rossinant vol op de sporen en stortte zich op de eerste, de beste molen, die hij op zijn weg vond. Maar de wiek waar hij zijn lans in stak, werd zo woest door de wind rondgedraaid dat de lans aan stukken brak. En paard en ruiter werden meegesleurd, waarna de laatste zwaar gehavend het veld inrolde. Sancho Panza schoot hem zo snel als zijn ezel hem kon dragen te hulp, maar eenmaal bij hem gekomen merkte hij dat zijn baas zich niet kon verroeren, zo hard was de smak die hij samen met Rocinante had gemaakt. God bewaar me, zei Sancho. Ik zei nog zo dat ik moest uitkijken wat hij deed en dat het gewoon windmolens waren. Dat kon iedereen toch zien als hij zelf niet malende was. Stil, vriend Sancho, antwoordde Don Quixote. Krijgszaken zijn meer dan andere aan voortdurende verandering onderhevig. Ik geloof trouwens... En ik weet het wel zeker, dat de wijze frestoen die mijn kamer met boeken heeft gestolen, deze reuze in molens heeft veranderd, om mij de roem van deze overwinning te ontnemen. Zo vijandig is hij mij gezind. Maar op den duur zullen zijn kwalijke praktijken het afleggen tegen de deugdelijkheid van mijn zwaard. Gods wil geschieden, antwoordde Sancho Panza. En hij hielp hem overeind en vervolgens bovenop rossinant... Die daar met half ontwrichte schofte stond. En al pratend over hun zojuist beleefde avontuur, vervolgden ze de weg naar Puerto Lapice, want het kon niet anders, zei Don Quixote, of daar zouden ze op vele wisselende avonturen stuiten, want het was een drukke bergpas. Hij zat alleen erg in over het verlies van zijn lans, en terwijl hij zijn schildknaap hier deelgenoot van maakte, zei hij, ik herinner me iets te hebben gelezen, dat een of andere Spaanse ridder, genaamd Diego Pérez de Vargas, toen zijn zwaard bij een gevecht was gebroken, een zware tak of stronk van een steenijk brak, en daarmee die dag zulke bijzondere dingen verrichtte, en zoveel moren vermorzelde, dat hij er de bijnaam Vermorzelaar aan overhield. En sinds die dag werden zo hij als zijn nazaten, Vargas, de Vermorzelaar genoemd. Dit vertel ik je omdat ik van plan ben, eveneens van de eerste, de beste steenijk of andere eik die ik tegenkom, een flink stuk hout te rukken dat net zo stevig en deugdelijk is als ik in gedachten heb. En daarmee ga ik zulke heldendaden verrichten dat jij je heel gelukkig mag prijzen waar te worden bevonden ze te zien en getuigd te zijn van zaken die men nauwelijks zal kunnen geloven. ''God help het gebeuren, zei Sancho, ik geloof in uw genade blind, maar zit alstublieft een beetje rechtop, heer, want het lijkt wel of u scheef hangt, wat wel zal komen van de blauwe plekken door uw val.'' ''Dat is zo, antwoordde Don Quixote, en als ik niet klaag over de pijn, is het omdat het dolende ridders niet vrij staat te klagen over enige wond, al puilen de ingewanden eruit.'' ''Als dat zo is, moet ik mijn mond houden, antwoordde Sancho.'' Maar God weet dat ik blij zou zijn als u klaagde als u pijn heeft. Wat mij betreft kan ik u verzekeren dat ik zal klagen over het kleinste pijntje als dat van dat niet klagen. tenminste niet ook geldt voor de schildknapen van dolende ridders. Don Quichot kon het niet helpen dat hij moest lachen om de onnozelheid van zijn schildknaap en verklaarde dat hij vrijuit mocht klagen hoe en wanneer hij wilde, met of zonder reden, want tot dan toe had hij nooit iets in de voorschriften voor ridders gelezen dat daarmee in tegenspraak was. Sancho herinnerde hem eraan dat het tijd was om te eten. Zijn meester antwoordde dat hij daar vooralsnog geen behoefte aan had, maar dat de ander mocht eten wanneer hij maar wilde. Na dit verlof nestelde Sancho zich zo grieflijk mogelijk op zijn ezel, haalde tevoorschijn wat hij in de zadeltassen had gestopt, en volgde al etend op zijn dooie akkertje zijn meester, en af en toe sprak hij de wijnzak met zoveel genoegen aan dat de verwendste kroeghuider uit Malaga jaloers op hem had kunnen zijn. En terwijl hij al dus voortging van slok naar slok, was hij iedere belofte van zijn meester vergeten en hij vond het zoeken naar avonturen, hoe gevaarlijk ook. Heel ontspannend en helemaal niet zwaar. Om kort te gaan: ze brachten die nacht door onder een paar bomen, en van een daarvan brak Don Quixote een dode tak af, die hem min of meer kon dienen als lans, en bovenaan stak hij de ijzeren punt die hij van de andere, die gebroken was, had afgehaald. Die hele nacht sliep Don Quixote niet, maar dacht aan zijn meesteresse Dulcinea, ten einde zich te voegen naar wat hij in zijn boek had gelezen over ridders, die vele nachten slapeloos doorbrachten in bossen en woestenijen, in herinnering verwijlend bij hun meesteresse. Zo niet Sancho Panza, die had zijn maag vol en niet met sigarijwater en sliep de hele nacht aan één stuk door. En als zijn baas hem niet had geroepen, hadden de zonnestralen die op zijn gezicht vielen hem niet wakker gekregen en ook niet de zang van de vogels, die in grote getale en zeer uitbundig de komst van de nieuwe dag begroeten. Zodra hij op was, nam hij een slok uit de wijnzak, die iets wat platter bleek te zijn dan de avond ervoor, wat zijn hart deed krimpen, want hij verwachtte niet dat ze het tekort op de weg die ze volgden spoedig konden aanvullen. Don Quixote wilde niet ontbijten, want hij was, als gezegd, vast besloten zich te voeden met smakelijke herinneringen. Ze reden verder op de ingeslagen weg naar Puerto Lapice, en om ongeveer drie uur s middags zagen ze hem opdoemen. ''Hier ter plekke, broeder Sancho, zei Don Quixote toen hij de pas in het vizier kreeg, kunnen wij onze armen tot de elleboog steken in wat ze avonturen noemen. Maar al zie je me in de grootste gevaren ter wereld, pas op dat jij je zwaard niet trekt om me te verdedigen, tenzij je merkt dat mijn belagers uit uitschot of gepeupel bestaan, want in dat geval mag je me wel te hulp komen.'' Als het ridders zijn, is het je onder geen beding door de wetten van het ridderdom toegestaan of geoorloofd mij te helpen, voor je zelf tot ridder bent geslagen. U kunt er zeker van zijn, heer, antwoordde Sancho, dat ik u op dit punt strikt gehoorzaam. Ik ben trouwens van nature vreedzaam, en ik hou er niet van me te bemoeien met rellen en ruzies. Maar als ik mezelf moet verdedigen, zal ik me weinig aantrekken van dat soort wetten, want de goddelijke en menselijke wetten staan iedereen toe zich te verdedigen tegen wie hem maar kwaad wil doen. Dat kan ik slechts beamen, antwoordde Don Quixote. Maar wat dat helpen van mij tegen ridders betreft, moet je je natuurlijke aandriften bedwingen. Ik beloof u dat ik dat zal doen, antwoordde Sancho, en dat ik die regel net zo streng in acht zal nemen als de zondag. Terwijl zij zo in gesprek waren, kwamen hen op de weg twee Benedictijner monniken tegemoet. Op dromedarissen leek het wel, want kleiner waren de muildieren waarop ze aankwamen rijden niet. Ze droegen een stofbril en hadden hun parasol uitgeklapt. Achter hen reed een koets met een geleide van vier of vijf ruiters en twee muildierdrijvers te voet. In de koets zat, na nou, later bleek, een dame uit Biscayen, die onderweg was naar Sevilla, waar haar echtgenoot voor een zeer eervolle post naar de Indië zou vertrekken. De monniken hoorden niet bij haar, al gingen ze dezelfde weg, maar nauwelijks had Don Quixote het gezelschap ontwaard of hij zei tegen zijn schildknaap Ik moet me wel erg vergissen of ons wacht het beroemdste avontuur dat ooit is aanschouwd. Die zwarte gedaanten die, die daar opdagen zijn vast, ja, ongetwijfeld tovenaars die een gestolen prinses in die koets meevoeren. En het is mijn plicht dit onrecht met alles wat in mijn vermogen ligt ongedaan te maken. Dit wordt nog erger dan de windmolens, zei Sancho. Kijk toch uit, heer, dat zijn benedictijnen. En de koets is natuurlijk van mensen die op reis zijn. Kijk in godsnaam uit wat u doet en laat de duivel u geen rat voor ogen draaien. Ik heb je al gezegd, Sancho, antwoordde Don Quixote, dat je weinig verstand hebt van avonturen. Het is, zoals ik zeg, en dat zul je nu zien. Hij reed prompt naar voren en posteerde zich midden op de weg waar langs de monniken kwamen. En toen zij zo dichtbij waren dat zij het volgens hem konden verstaan, riep hij luid. Van de duivel bezeten, monsterlijk volk, laat dadelijk de hoge prinsessen los die u onder dwang in die koets meevoert. Doet u het niet, bereid u dan voor op een snelle dood als verdiende straf voor uw snode daden. De monniken hielden de teugels in en stopten verbaasd, zowel over Don Quixot's voorkomen als over zijn betoog, waarop hun antwoord was: Heer ridder. Wij zijn niet van de duivel bezeten en ook niet monsterlijk, maar twee Benedictijnen die ons weegs gaan, en wij weten niet of er in deze koets al dan niet ontvoerde prinsessen zitten. Bewaar me uw zoetsappige taal, want ik heb u door, onbetrouwbaar tuig, zei Don Quixote. En zonder hun antwoord af te wachten, gaf hij rossinante sporen en stormde met gevelde lans zo ziedend en voortvarend op de eerste monnik af, dat de man, als hij zich niet van zijn muildeer had laten vallen, vanzelf gevloerd was en ernstig gewond was geraakt, zo de smak al niet dodelijk was geweest. De tweede kloosterling, die zag hoe zijn reisgenoot werd bejegend, klemde zijn benen tegen de beurt, die zijn brave muildeel was, en suisde, sneller dan de wind, over de vlakte weg. Sancho Panza, die de monnik op de grond zag liggen, kwam gezwind van zijn ezel, stortte zich op de man en begon hem het habijt uit te trekken. Hierop kwamen twee knechten van de monniken naar hem toe en vroegen waarom hij hem uitkleedde. Sancho antwoordde dat hem het habit wettig als buit toekwam na de slag die zijn meester Don Quixote had gewonnen. De jonge mannen, die niet van grapjes hielden, begrepen dat buit of slag niet, en toen ze zagen dat Don Quixote inmiddels was weggereden en stond te praten met de vrouwen in de reiskoets, stortten ze zich op Sancho en vloerden hem, waarna ze alle haren uit zijn baard trokken, zijn lichaam beurs schopte en hem buiten adem en bewustzijn liet liggen. De monnik klom, zonder nog één tel te blijven, bevend, bang en wit als een doek op zijn muildier, en zodra hij daarop zat, gaf hij het te sporen, ten einde zich bij zijn reisgenoten vervoegen, die op veilige afstand op hem stond te wachten, en toekeek hoe de overval zou aflopen. Maar eenmaal bij elkaar wachten ze het einde van het avontuur niet af en vervolgden hun weg, zich drukker bekruisend dan wanneer ze de duivel achter zich aan hadden gehad. Don Quixote stond als gezegd met de dame in de koets te praten en zei tegen haar, Tans kunt uwe schoonheid, vrouwen, naar believen over haar persoon beschikken, want reeds ligt de overmoed van uw rovers ter aarde, geveld door mijn krachtige arm. En om te voorkomen dat u in spanning verkeert over de naam van uw bevrijder, laat ik u weten dat ik Don Quixote van La Mancha ben, dolend ridder, avonturier geknecht door de weergaloze, schone dulna Dulcinea van El Toboso. En als beloning voor de weldaad die ik u heb bewezen, wil ik u slechts vragen naar El Toboso te gaan, namens mij uw opwachting bij deze dame te maken, en haar te vertellen wat ik ter uw bevrijding heb gedaan. Dat hele verhaal werd gehoord door een van de schildknapen die de koets begeleidde. In Biscayer die, toen hij merkte dat Don Quixote de koets niet wilde laten doorrijden, maar zei dat ze eerst een omweg moesten maken naar El Toboso, op Don Quixote afkwam, zijn lans greep en in slecht Spaans en nog slechter Baskies tegen hem zei: Scheer weg, verdoolde ridder, bij de god die mij schepte, als jij koets niet laat gaan, gaat Biscayer jou doodmaken zowaar jij hier staat. Don Quixote begreep hem uitstekend en antwoordde heel bedaard, als jij een ridder was, wat je niet bent, had ik je domheid en vermetelheid beslist gestraft, slaafsschepsel. Waarop de Biscayer antwoordde, ik niet ridder, ik zweer bij God, je liegt als ik christen ben, als je lans wegwerpt en zwaarden trekt, zul je een zien hoe je zin je krijgt. Biscayer aan wal, edelman op zee, Edelman voor de duivel, en zie maar dat je liegt als je iets anders zegt. Dan moet je het zelf maar weten, antwoordde Don Quixote, en hij smeet zijn lans op de grond, trok zijn zwaard, schoof zijn schild aan zijn arm en stortte zich op de biscayen met het vaste voornemen hem van het leven te berooven. Toen de biscaaier hem zo op zich af zag komen, was hij liever eerst van zijn muildier gekomen, want dat was als armzalig huurbeest niet te vertrouwen, maar er zat niets anders voor hem op dan zijn zwaard te trekken. Gelukkig bevond hij zich vlak naast de koets, waaruit hij een kussen kon grissen dat hem tot schild diende, en toen vlogen de twee elkaar als doodsvijanden aan. De andere probeerden hen te sussen, maar dat lukte niet, want de Biscayer zei met die knoop in zijn tong dat als ze hem het gevecht niet liet beëindigen, hij persoonlijk zijn bazin en al wie het hem belette zou doden. De dame in de koets, verbaasd en bevreesd door wat ze zag, liet de koetsier een klein eindje doorrijden en volgde van een afstand de onverbiddelijke strijd, waarin de Biscayer Don Quixote over dien heen zo'n hou op zijn ene schouder gaf, dat hij hem... Tot zijn middel had gekliefd als de ander niet gepantserd was geweest. Toen Don Quixote het gewicht van die kolossale klap voelde, riep hij luid: O meesteresse van mijn ziel, Dulcinea, bloem der schoonheid, kom de ridder te hulp die zich omwille van uw grote goedheid in dit verschrikkelijke gevaar bevindt. Spreken, zijn zwaard trekken, zich bedekken met zijn schild en op de Biscayër afstormen het was allemaal een kwestie van één tel, want hij was vast besloten alles op die ene klap te laten aankomen. De Biscayer zag hem op zich afkomen, maakte uit zijn voortvarendheid zijn woede op en besloot hetzelfde te doen als Don Quixote. Daarom wachtte hij hem goed afgedekt door zijn kussen af, zonder dat hij zijn muildier naar links of rechts kon wenden, want bek af en niet bestand tegen zulke grappen kon het geen stap verzetten. Zoals gezegd kwam Don Quixote met het zwaard omhoog op de behoedzame Biscayer af vastbesloten hem midden te klieven en de biscaaier wachtte hem eveneens met geheven zwaard en beschut door zijn kussen op en alle omstanders bevenden van spanning hoe de geweldige klappen waarmee ze elkaar bedreigden zouden uitpakken en de dame in de koets en ook haar diensters... deden duizend geloften en beloften aan alle heilige beelden en kapelletjes in Spanje... met de bede aan God, haar schildknaap en hen zelf... te bevrijden uit het geweldige gevaar waarin zij verkeerde. Het akelige van dit alles is dat de schrijver van deze historie... juist op dit punt zijn verslag staakt en de strijd afbreekt en onbeslist laat... Met de verontschuldiging dat hij niets meer geschreven vond over Don Quixot's heldendaden dan welke hier staan vermeld. De tweede auteur van dit werk wilde echter niet geloven dat zo'n merkwaardige geschiedenis zou zijn overgeleverd aan de wetten van de vergetelheid, of dat de letterkundigen van La Mancha zo weinig nieuwsgierig zouden zijn geweest dat er in hun archieven of schrijfladen niet enkele papieren over deze vermaarde ridder zouden liggen. En met dit in zijn achterhoofd twijfelde hij er niet aan of hij zou ooit de hand leggen op het slot van deze vredige geschiedenis, dat hij door begunstiging van de hemel inderdaad vond, en hoe dat ging, zal worden verteld in het tweede gedeelte.